Mevrouw de voorzitter, ik heb verhalen van verschillende gedupeerde ouders gehoord. En iedere keer maken ze indruk. Zoals vorige week nog. Een vrouw die in 2012, het jaar dat ik zelf Kamerlid werd, een eerste brief kreeg van de Belastingdienst. Daarna al haar bonnetjes heeft ingeleverd. Verschillende keren met plastic tassen vol met bewijsmateriaal naar de Belastingdienst zelf is toegegaan. Heeft gebeld, heeft gemaild, heeft gesmeekt en allemaal tevergeefs. Ze moest 10.000 euro's terugbetalen. Kreeg problemen met haar woningcorporatie. Is ontslagen. Heeft haar werk verloren. Ze kreeg problemen met de schuldhulpverlening, omdat ze was aangemerkt als fraudeur, de verdenking van fraude op zich had gelaten, kwam ze daar niet voor in aanmerking. En ze kon zichzelf niet aanvullend verzekeren. En moest daardoor jarenlang kon ze niet naar de tandarts. En door die stress kreeg ze ernstige fysieke klachten. En het ergste was nog dat haar eigen ouders de overheid geloofden, want die sprak altijd de waarheid, en oprecht geloofde dat zij inderdaad een fraudeur was. Wat er ook weer geen gekke gedachte was, nadat de hoogste bestuursrechter de overheid ook nog eens een keer in het gelijk stelde. Als een slachtoffer geen enkele uitweg meer zag, dan schreef ze iemand dan maar een wanhopige brief aan een minister. Of zelfs aan de koning. En kreeg dan als antwoord terug dat men niet kon ingaan op individuele gevallen. Mevrouw de voorzitter, wat ze ook deden, tot wie ze zich ook wenden, deze mensen hadden jarenlang geen schijn van kans. En het beleid was in dit opzicht genadeloos. En dat is ernstig. De kerkvader Augustinus heeft ooit gezegd: wat is nou het verschil tussen een overheid en een roversbende? Dat is het recht. En dat is de rechtsstaat. Als we het recht niet hebben en de rechtsstaat niet hebben, dan is de overheid niets anders dan een roversbende. En daarom is onze rechtsstaat zo cruciaal. En is het meer dan ernstig als burgers zo lang en zo stelselmatig onrecht is aangedaan. Het aftreden van het kabinet afgelopen vrijdag is een politieke erkenning van ongekend onrecht. En de ChristenUnie-fractie steunt dat besluit. Aan dat aangedane leed kan niet meer ongedaan worden gemaakt. En al die jaren van spanning, verdriet, boosheid, onrecht, schaamte kunnen niet meer worden teruggespoeld. Maar dat er politieke verantwoordelijkheid is genomen voor het ongekende onrecht is een begin van erkenning. En ik hoop dat dat begin de slachtoffers helpt. Maar ondertussen staan we hier vandaag bij scherven van gebroken levens en soms zelfs geknakte levens. En bij scherven van falen van de rechtsstaat, waarbij de overheid geen schild voor zwak is geweest. En dat vraagt om een indringende zelfreflectie en een indringend debat. Mevrouw de voorzitter, onze democratische rechtsstaat heeft in deze affaire over de hele linie gefaald. De wetgever, wij hier, de Kamer van Reflectie, de uitvoerende macht, ambtenaren, de rechtelijke macht. En zelfs zij staan niet los van een samenleving waarin we bij gelegenheid soms allemaal wel eens genadeloos zijn voor een ander en geen enkele fout dulden van een ander. Maar voordat ik mijn vragen stel en het kabinet tot zelfreflectie uitnodig, moet zelfreflectie ook bij onszelf beginnen. Bij ons als Kamer, maar ook bij mij en ook onze eigen fractie. Want de toeslagenaffaire is hier begonnen. Met wetgeving, met politieke keuzes, met keuzes van ons. Keuzes om te werken met toeslagen. Keuzes om in 2005 een wet aan te nemen die aangaf dat toeslag kan worden herzien en kan worden teruggevorderd. Waarbij de Raad van State heeft gezegd: bouw nou een hardheidsclausule in. We hebben er niet naar geluisterd, we hebben het niet gedaan. Deze wet is met brede steun aanvaard, inclusief onze eigen fractie. En toen de Bulgare fraude aan het licht kwam, hebben we allemaal schande geroepen. En er kwam een fraudewet, 2012... waardoor bijstandsgerechten en WW-ontvangers bij minimale foutjes de volledige uitkering terug moesten betalen. Plus een boete ter grootte van de volledige uitkering. En de Raad van State heeft met klem geadviseerd om dit niet te doen. Die zegt: je kunt onvoldoende onderscheid maken tussen kwade opzet en onbedoelde nalatigheid. Deze wet is met brede steun aanvaard, inclusief onze eigen fractie. En in september 2013 is unaniem een wet aangenomen aanpak fraude, toeslagen en fiscaliteit. En daarna waren er moties, verschillende moties, die hebben opgeroepen om te kijken naar maatwerk. Met wisselend stemgedrag van de ChristenUnie. Maar in ieder geval, ze haalden het niet. Mevrouw de voorzitter, dat raakt het functioneren van de Kamer. Het raakt het functioneren van ons. We moeten beter bestand raken tegen hypes. Beter luisteren naar adviseurs zoals de Raad van State. Serieuze werk maken van wetgeving. Meer ruimte bieden aan barmhartigheid in wetgeving. En hardop de vraag stellen of wetten uit te voeren zijn. Maar het raakt ook het functioneren van het kabinet.
Burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen. Maar dat kan alleen als die overheid ook haar burgers vertrouwt. Kabinets- en overheidsbeleid moet niet primair uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen. Kijk naar Groningen. Collega's hebben het gezegd. We praten al zo lang en er is zo weinig gebeurd. Wat gaat het kabinet met de lessen die we nu vandaag trekken, die we met dit rapport trekken, anders doen in Groningen? We krijgen ook andere informatievoorziening. En ik ben er wel bezorgd over. Want in de wens om nu alles te delen, kregen wij vlak voor het debat bakken met informatie. Nou, collega Marijnissen die kwam heel beeldend met een ordner vol. Als dat de gewoonte wordt, krijgen we steeds meer verpolitisering van de ambtenarij, maar ook steeds ambtelijker politici. En dat willen we niet. Ik wil niet een eindeloze hoeveelheid feiten van de overheid, maar ik wil eerlijkheid van de overheid. Ik wil geen kabinet dat ons overvoert met dossiers, maar een kabinet dat gewoon antwoord geeft op vragen. En collega Omtzigt die kwam met zijn vragen en die kwam met de antwoorden waarin steeds werd verwezen naar hetzelfde antwoord. En daar voel je de frustratie. We hebben allemaal wel eens een dossier gehad waar we echt wilden doorvragen, waar je gewoon keer op keer niet het antwoord kreeg op hele normale vragen die je stelde. Dan zit ik niet te wachten op een dossier, maar dan zit ik te wachten op eerlijkheid. Ik dank het kabinet voor het voornemen om wetgeving tegen het licht te houden. En ook de ombudsman te vragen om daar naar te kijken. En dat onbarmhartige wetgeving ook wordt rechtgezet. Denk aan de bijstand, denk aan fraudewetgeving, maar wellicht ook jeugdzorg. Maar dan ook de rechterlijke macht zou de ruimte moeten krijgen om onbarmhartige uitwerking van wetten in de praktijk aan ons door te kunnen geven. Is het kabinet daartoe bereid en is het kabinet daarmee eens? Dan nog twee vragen, mevrouw de voorzitter. Wat is er gebeurd en wat moet er nog gebeuren? Allereerst, wat is er gebeurd? Mijn vraag aan de minister-president. Wat had hij anders kunnen doen? Wat is zijn reflectie op zijn eigen rol en zijn eigen politieke keuzes? Wat was de rol van de ministeriële commissie fraudebestrijding die hij voorzat? Hoe kijkt de minister-president zelf terug op het onjuist informeren van de Kamer? Ik lees daar een vrij algemene erkenning over, maar geen specifieke. Zou de minister-president daar specifieker op in kunnen gaan? Wanneer en hoe is het volgens hem misgegaan? En dan, was nationaliteit nou in de onderzoeken van de Belastingdienst nou wel of geen indicator bij risicoselectie? Nee, schrijft de staatssecretaris in haar antwoorden. Maar Dagblad Trouw zei eerder ja. Er is een groot onderzoek gedaan in 2014 naar alle mensen die een toeslag hebben aangevraagd en waarvan de eerste of tweede nationaliteit Ghanese is. Hoe zit dat nou precies? En dan, wat moet er gebeuren? Mijn grote vraag, en die vraag is ook al door anderen gesteld, waarom gaat die compensatie zo traag? Er zijn eerder mensen geweest die al €750 compensatie hebben gekregen. Daar zijn de namen van bekend. Daar zijn de rekeningnummers van bekend. Waarom kunnen zij niet €30.000 overgemaakt krijgen? Wat moet er nog worden uitgezocht om het nu te kunnen overmaken? Kan dat niet gewoon deze week, volgende week gebeuren? Goed dat schulden door de overheid zijn kwijtgescholden, maar er is nog onzekerheid bij de slachtoffers over wat er gebeurt nou met de rest van de schulden. Hoe zit het met schulden van zorgverzekeraars en banken? En de staatssecretaris schrijft dat ze in overleg is met gemeenten voor een aanpak op maat. Maar ze kan die verantwoordelijkheid toch niet zomaar op het bordje leggen van gemeenten. Worden ze daarvoor gecompenseerd? Krijgen ze daarvoor ook de financiële ruimte? En is het niet passender om sociale zaken de regie te geven in plaats van de Belastingdienst? Sociale zaken heeft een brede schuldenaanpak en daarin staan mensen centraal en niet het systeem en niet de regels. En, verschillende collega's hebben het al gezegd, wij moeten toe naar een ander stelsel. Een ander belastingstelsel zonder toeslagen. We moeten naar een eenvoudiger, een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel. En iedereen moet daar maar zijn voorstellen voor neerleggen. De ChristenUnie-fractie heeft zijn eigen voorstel neergelegd. En de kiezer moet daar maar over oordelen. Maar het kan. Het kan. En dat zeg ik ook maar even nog een keer richting collega Dijkhoff. Tot slot, mevrouw de voorzitter. Dit kabinet, waarin ook de ChristenUnie is vertegenwoordigd, schreef in het regeerakkoord op dat het zich sterk wil maken voor een overheid die er juist ook is voor de mensen die het gevoel hebben dat die overheid er niet voor hen is. En juist op dat punt is het, naar nu glashelder is gebleken, jarenlang verschrikkelijk misgegaan. En dat is pijnlijk. Het kabinet is niet meer missionair, maar wat mij betreft is en blijft het werken aan een andere overheid met een menselijk gezicht, de missie van ons allemaal. En de ChristenUnie zal zich daar nu en na 17 maart voor blijven inzetten. Dank u wel.